in de boot hebben we een systeem zitten waarmee we alle data die in de boot rondgaat kunnen verzamelen en via een internetverbinding naar een server kunnen sturen. Op die manier kunnen we dan op afstand met een laptop kijken wat er allemaal in de boot gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld het vermogen en de snelheid en dat soort dingen zien. Wat jullie allemaal nog niet wisten is dat er eigenlijk één logo op de boot hier zo is afgeplakt. En ja, het spannend moment is natuurlijk dat daar welk logo, welke sponsor zit erachter. En ja, die gaan we vandaag onthullen. Dus ja, kijk mee. Ah, de sponsor die we net hebben onthuld, dat is Aeolus. En Aeolus die geeft ons, is ons geheime wapen tijdens de race. Aeolus geeft ons per 5 minuten de exacte zoninstraling vooruit. Dus ze geven een weersvoorspelling om de 5 minuten. En dan kunnen we dus 5 minuten vooruit kunnen we dan kijken wat precies de zoninstraling is. En dat we dus precies qua energie binnenkrijgen. En met die energie bepalen we onze strategie. En kunnen we dus kijken hoe hard wij kunnen varen om aan het einde eigenlijk zo hoog mogelijk een gemiddelde snelheid te hebben. En met, met zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van alle energie van de zon. Met deze tool voeren wij in wat de route is en krijgen wij de weerdata. Op die manier kunnen we dus berekenen hoe hard we gaan op bepaalde stukken en hoeveel vermogen ons dat kost. En op die manier berekent hij de optimale snelheid voor ieder deel. Snelheid sturen we weer door terug naar de piloot in de boot. En die heeft een bril op zijn oog zitten waarin hij kan zien hoe hard hij vaart en dus ook hoe hard wij willen dat hij vaart. Dit is inderdaad het enige wat wij aan de piloot doorgeven. Zo op die manier hoeft de piloot zich zo min mogelijk druk te maken over wat hij moet doen. Dan kan hij zich vooral focussen op het varen en zullen wij ons volledig storten op de strategie.